Het verhaal gaat eigenlijk over een jongetje die aankomt op het strand zonder herinneringen. En hij leert verschillende mensen kennen die van badgasten tot een strandjutter enzovoort, die hem eigenlijk van alles proberen te leren over het leven, van betalen tot wat is ouderschap, wat is vriendschap. Maar al heel snel blijkt dat zij misschien nog het meest van hem hebben te leren, omdat hij met een heel onbevangen blik naar de wereld kijkt en een beetje de evidenties in die zin in vraag begint te stellen. Elk nieuw boek is voor mij ook een avontuur. Ik probeer altijd iets nieuws te bedenken om het mij vooral heel moeilijk te maken. Maar dankzij een stage die ik vorige zomer heb gelopen, ik ben dus gaan houtsnedes gaan maken, dacht ik van dit is een nieuwe taal, dit is echt een nieuwe vorm. En de uitgeefster die de eerste afdrukken zag, was meteen verkocht en zei van voilà, ik heb hier ook een verhaal en dit moet in die techniek. Voilà, zo simpel. Was het? Ja, het is een techniek, het is niet tekenen of schilderen, het is toch echt wel iets waar je kracht zit. Daardoor krijg je ook een andere vorm, een andere beeld aanlegt. En dat boeit mij enorm om ook daar mijn weg in te vinden. Ik heb het ook wel nodig om die dingen te voelen, om vol krijt te hangen en vol inkt onder mijn nagels een week lang en onder het stof. Ik denk dat het misschien ook nog versterkt dat ik heb het verhaal geschreven in mijn zwangerschap eigenlijk. En ik heb er op dat moment niet bij stilgestaan, maar achteraf, in hindsight, heb ik wel vaak gedacht van iets dat mij altijd tijdens die zwangerschap bleef verwonderen, is dat idee dat er iets ter wereld ging komen dat eigenlijk gewoon in C nog alles te ontdekken heeft en nog alles, die verwondering of van alles in de zee voor het eerst gaat zien en alles voor het eerst gaat voelen, proeven, ruiken. En ik vond dat zo innemend voor mijzelf als realisatie, dat ik achteraf ook denk van oké, dat gaat ook meegespeeld hebben in de creatie van dat personage. Ja.